Geen wieleroutfits meer voor Bart Welles, wel voetbalschoenen. Al zitten die toch nog wat onwennig. Ik heb gisteren mijn voetbalschoenen moeten gaan kopen. Dat weet je, het is van de premie niet meer geleden dat ik nog gevoetbald heb. Dus vroeger zo heel af en toe eens met kameraden, maar dat was dan nog niet echt voetbal. Dus het is een groot vraagteken en ik weet al wat dat morgen zondag gaat zijn. Dat ik heel veel pijn en heel stramme spieren ga hebben. De ploeg van BV's neemt het op tegen de vrienden van Chris van Reuzel, zelf een ALS-patiënt. Hij wil van het evenement gebruik maken om een extra duit in het zakje te doen voor het onderzoek naar de ziekte. De ijsbucket is voor ons absoluut een zegen geweest. Ik ben heel blij dat dat georganiseerd geweest is. Maar dat wil niet zeggen dat dat genoeg geld heeft opgebracht om uiteindelijk een geneesmiddel voor de ziekte te vinden. Ik weet dat dat komt. Ze zijn enorm hard onderzoek aan het doen. Maar het kost allemaal verschrikkelijk veel geld. En elk centje dat kan bijgedragen worden, dat is toch wel meegenomen. En dat dan zo'n initiatieven gebeuren, dat kunnen we alleen maar toejuichen. De verrassing voor Chris lijkt geslaagd en ook voetballend lijkt het goed te gaan voor zijn vrienden. Het is aan BV-trainer Erwin van den Berg om een oplossing te vinden. Misschien is de pion naast hem het gouden wapen. Uiteraard het spelverdeel, dat doe ik op mijn werk ook. Maar nu in de middencirkel, mijn actieradius is nog 10 meter denk ik. Maar er is geen middencirkel, ik heb al gezocht. Ik ga ergens op plein staan, maar echt voetballen, dat zit er niet meer in. Verder bestaat de kern van Van den Berg uit onder meer Carlo Bouwmans, Bart Deelkes, Ben Rotiers, Bartel van Riet en Saartje van den Driessen. Die laatste wordt uitgespeeld als diepe spits. Ik moet ze een beetje aanwakkeren, want ze zegt ja, ik sta er voor Piet Snot, maar dat hoort nu soms bij een spits. Hè. En die extra motivatie van Van den Berg loont uiteindelijk wel, want Team BV wint nipt met 3-2.